Ik heb geen problemen met de bond. Mijn deur staat altijd open voor het bestuur. Zo reageert Marlon Oosterling, directeur van de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM, op de plotselinge actie van de bond. Hij legt uit dat partijen tijdens de CAO-onderhandeling elkaar niet konden vinden. De SWM-directeur benadrukt dat hij niet op gespannen voet wenst te leven met de werknemersorganisatie die het werk uit ontevredenheid heeft neergelegd. Water uit de kraan blijft volgens Oosterling ten allen tijde gegarandeerd. Ook ik praat niet met het messen om kelen op de staking maar opheffen. En dan gaan we rustig aan tafel, anders zien we wel weer wat we doen. Dus voor alle duidelijkheid, de mensen hoeven niet te vrezen dat er geen absoluut water uit de kraan toch? Komt. Absoluut niet, toch? Daar zal ik voor zorgen. En andere mensen die wel willen werken. Ja, en contractors, alle mensen op een gegeven moment. Dus alle hands op dek. Maar we zorgen er wel voor dat er een gemeenschap. Ja, zeg er niks van merkt hoor. Aldus SWM-directeur Marlon Oosterling over de acties van het CAO-personeel van het bedrijf. Het bondsbestuur is vanaf 00 uur in actie uit ontevredenheid over het advies van de bemiddelingsraad. Een voorgestelde loonsverhoging van 500 SRD en een lumpsum van 2000 SRD zijn afgeraden door de raad. Onze nieuwsdienst verneemt uit betrouwbare bronnen dat de bond zich zal keren naar de president voor een oplossing.